Het was heel bijzonder om te zien. Heel veel kinderen kwamen vandaag om over de slavernijverleden te praten met de minister Rutte. Hun kwamen naar ons en we gingen naar de Mauritszaal. Welkom premier en minister in het Mauritshuis. Hier zien jullie Johan Maurits. Hij was gouverneur van Nederlands-Brazilië en een belangrijke man in het slavenhandel. Taco heeft een onderzoek gedaan waar heel veel kinderen hebben verteld wat ze vinden over het slavernij. En we geven jullie graag. Dit zijn de resultaten en we hopen dat u goed naar ons luistert. Dat gaan we doen. En daarna gingen we naar de Gouden Zaal. We gingen in een gesprek over de slavernij. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie hier zijn. Ik ben Naïm en ik heet jullie welkom deze ochtend waar we gaan praten over het onderzoek jeugd en slavernij. Het is echt de eerste keer dat er eigenlijk gewoon onderzoek is gedaan naar wat kinderen erover en jongeren erover vinden. Jullie zijn bij een heel belangrijk moment, want het is het eerste moment dat echt met kinderen en met jongeren gesproken wordt over dit onderwerp op basis van de onderzoek. Dat is echt speciaal. Het is een eer om hier te zijn, onze mening te vertellen. Het is juist gaaf dat kinderen hiervoor worden uitgekozen en dat wij onze mening mogen geven. Het is niet het leukste onderwerp om over te praten, maar ondanks dat het een niet leuk onderwerp is, bracht het toch een stukje dichterbij. En dat vond ik dus heel bijzonder. Ik vond het een heel mooi gesprek, omdat het zo uit het leven gegrepen is. En dat gaat natuurlijk over de geschiedenis van de slavernij. Maar ook hoe dat doorwerkt in het heden. En hoe jonge mensen dat beleven. Op school wordt wel racistische opmerking gedaan. Als we bijvoorbeeld het over slavernij hebben, gaan sommige mensen lachen. Of op tafel zijn er vaak racistische woorden. En veel mensen worden apen genoemd of zulke dingen. Mensen gebruiken dat onderdeel ook als een grap. En gebruik dat ook tegen ons. Ja. En ik vind dus dat je bent echt fout bezig als je daar een grap van maakt. Ik vind het hartstikke belangrijk. Want als we hier niet over gaan praten, gaan mensen het vergeten. En dan kan het zo weer gebeuren. Dus het is juist goed als je de kinderen van nu juist spreekt, dat er dan juist meer meningen verteld kunnen worden. Door met hun in gesprek te gaan over dit onderwerp, kunnen zij iets doen voor de volgende generaties. School ook hoor, er werd betrekkelijk weinig aandacht aan besteed. Wel WIC en VOC, maar de slavenhandel werd wel genoemd. Maar lang niet zoveel als je zou willen. En dat is natuurlijk de discussie nu ook, wat kun je in het onderwijs nog meer aan doen? Dus ik vind zelf dat er op meer scholen meer over gepraat moet worden. Ja. Ergens staat er ook van, ja, het is eigenlijk een beetje gek dat de minister-president excuses heeft gemaakt, want het is alleen maar iets van het verleden. Maar eigenlijk leggen jullie nu heel goed uit dat het ook iets van nu is, wat nu plaatsvindt. Dus daarom is dit onderzoek ook zo goed. Mij viel eigenlijk op dat ze het op heel veel punten wel met ons eens waren en dat ze ook vonden dat er echt wat moest veranderen. Het belangrijkste was natuurlijk, wat kun je in het onderwijs? En er is altijd risico dat we als overheid zeggen bij elk onderwerp, oh, dat moet het onderwijs oplossen. Maar hier is echt wel de overtuiging dat in het onderwijs veel meer aandacht moet worden besteed aan het slavernijverleden. Dus dat is een van de hele concrete uitkomsten voor mij. Je hebt nu een beeld van wat de jeugd denkt. Van wat de jeugd van het slavernijverleden vindt, kan je daar ook je acties op sturen. We moeten realiseren, denk ik, dat een aantal dingen nu die in onze samenleving niet goed gaan, niet allemaal uit de slavernij voortkomen en niet alle discriminatie en racisme, maar daar wel ook een wortel in vindt, een oorzaak in vindt. Voor het eerst is er nu onderzoek onder jongeren gedaan. En je ziet dat ze heel graag willen en belangrijk vinden dat er meer aandacht komt voor het slavernijverleden en ook voor de doorwerking van het slavernijverleden in het hier en nu. Doe er echt wat mee met het rapport. Dat heb ik denk 3 keer gehaald. Doe er echt wat mee. Dat gaan we doen, hè? Ja.